Voor mij ook een van de minpunten van het woonzorgdecreet. We zitten in een stadium ervoor. Ja. En ofwel gaat er een instelling van maken die naar toeleiding werkt voor het woonzorgcentrum. Dat door bepaalde ook wel gezien wordt, of wordt dat een stuk animatie verlegd van het woonzorgcentrum naar het dienstencentrum. Maar dan werkt het eigenlijk niet meer aan, en dat is de grote uitdaging, het zelfstandig laten thuis wonen van de ouderen waar ze nu wonen. En dan zitten naast uw doelgroep en zitten naast uw methodiek. Ik zeg niet dat dat waardeloos is voor de mensen in kwestie, maar ik denk dat het dan de middelen niet goed inzet waar dat echt nodig is. Mm-hmm.